het moment nog herinneren dat je wakker werd uit de narcose? Ja, ik was bang dat ik met hevige pijn wakker zou worden. Nou, het tegendeel is waar. Want ja, dat is eigenlijk verleden tijd. Ik bedoel, dat hoeft tegenwoordig niet meer, pijn lijden. En het eerste wat je doet, dat is van... Gosje mijne, ik ben nou eindelijk man. Ik ben nou eigenlijk degene die ik altijd heb willen zijn. Nou, en dan ga je kijken en voelen, van zit alles eraan? Ben je niks vergeten? Echt waar, ja. En wat ik heel frappant vond, toen ik wakker werd, toen zag ik mezelf door een hoog grasland lopen als een jongen van 6 jaar. Dat vond ik heel frappant, dat heb ik mijn moeder ook verteld. In je droom? In mijn droom. Toen ik dus ontwaakte uit mijn narcose. En wat ik toen zag, dat was een vrouwelijke narcotiseur. Ik denk, ik ben nog in leven, dus. Ja. Ik denk eerst van, ik ben in een hemel, omdat ik dat dus zag. Maar... En ben je er nu een beetje aan gewend, aan zo'n... Nou, eerst is het raar, hè? Ik bedoel, zo'n geval tussen je benen. Maar ik ben er nou aan gewend en ik vind het nou echt machtig gewoon om zo bloot door huis heen te lopen. Ja, echt wel, ja. En het mooiste moment is tegen een boom aan plassen. Ja.